Goedemiddag. De regering bereikt een loonakkoord voor de privésector met onder meer een consumptiecheque van 500 euro. Er komt een extra gemeenteraad in Sint-Truiden over de positie van burgemeester Veerle Heeren. En de Britten en de Fransen hebben een conflict over visserijrechten rond het eiland Jersey. Ze sturen elk een oorlogsschip. De topministers van de federale regering hebben de knoop doorgehakt die vakbonden en werkgevers niet ontward kregen. Er is een akkoord over de lonen in de privésector en in sommige overheidsbedrijven. De meer dan 3 miljoen werknemers krijgen dit en volgend jaar 0,4% opslag bovenop de index. En daarnaast kunnen bedrijven die het ondanks corona goed hebben gedaan hun personeel een premie geven van maximaal 500 euro netto. In de vorm wel van een consumptiecheque. Het loon van deze vorkliftchauffeur gaat dit en volgend jaar sowieso omhoog met 2,8%. Door de index stijgen in ons land de lonen automatisch als het leven duurder wordt. Daar komt maximaal 0,4% echte opslag bij. Meer kon niet. Velen hebben het moeilijk vandaag. Werknemers... Maar ook heel veel bedrijven hebben het zeer moeilijk. Heel veel activiteit die nog niet daarop gestart is. En dus dan moesten we iets vinden dat evenwichtig is en dat draagbaar is voor iedereen. Bij een gemiddeld maandloon van 3.300 euro bruto komt maximaal 105 euro erbij. Bedrijven die goed boeren ondanks corona kunnen een eenmalige premie geven van 500 euro netto. Dat is in de vorm van een cheque, vergelijkbaar systeem zoals het vandaag bestaat voor de maaltijdchecks, waar er ook een elektronische variant van is natuurlijk. Niet zomaar extra geld dus. Wat goed boeren is, bepaalt de regering niet. Wie de cheque krijgt, wordt beslist per bedrijf. Maar wat als de bonden daar zwak staan? Dus kleine bedrijven, mensen, toeleveranciers van grote bedrijven, die zeggen, ja, maar we hebben hier geen vertegenwoordiging, die kunnen ook steunen op een akkoord dat in de sector wordt onderhandeld. Dat akkoord moet er dan wel zijn. De regering vraagt de sociale partners ook om de komende jaren samen de minimumlonen te verhogen. Als er een akkoord is binnen het sociaal overleg met de sociale partners, dan zullen wij ook helpen bij de uitvoering ervan door een ondersteuning te doen, door bijvoorbeeld lastenverlagingen toe te kennen. En als er geen akkoord is, dan vervalt ook dat van de regering, zegt nu al PS-voorzitter Magnet. Helemaal ontmijnd zijn de spanningen binnen de regering dus nog niet. Dat buiten de regering iedere partijvoorzitter daar zoveel mogelijk zijn kleur probeert in te steken, dat hoort denk ik bij politiek. Wat men verwacht van een regering, is dat de regering erin slaagt om een akkoord te maken waar iedereen zich kan in vinden. En daar, denk ik, zijn we in geslaagd. En dat is in het voordeel van iedereen in ons land. De Socialistische Vakbond is niet meteen enthousiast over de oplossing waar de regering mee op de proppen komt. Maar om een definitief oordeel te vellen, willen ze eerst meer details en duidelijkheid. Zo wil de vakbond weten of er nog onderhandelingen mogelijk zijn per sector. Als het dan kan besproken worden in de sectoren en meer op maat, dan zijn wij ervan overtuigd dat meer mensen kunnen rekenen op vooruitgang dan als het individueel wordt afgesproken. Dat is een traditie in ons land om collectief sociaal overleg te voeren. Ik weet dat de tendens en de manier van denken meer en meer individueel wordt. Wij denken dat je, als je samen iets kan afspreken, dat je veel verder kunt gaan en veel meer rechten kan opbouwen voor een meerderheid van de mensen. Een ander geluid bij middenstandsorganisatie Unizo. Daar zijn ze vooral opgelucht dat er een voorstel tot akkoord is. En ze zijn er ook overwegend positief over. Dit is een voorstel dat een goede basis is om opnieuw rond de tafel te gaan zitten. Het legt nu heel duidelijk vast dat de maximale loonstijging 0,4% is. Er is een eenmalige premie daarnaast mogelijk, maar dat hebben we ook altijd aanvaard, dat in bedrijven waar het goed gaat, dat er iets extra mogelijk is. Er worden nog een aantal andere zaken op tafel gelegd. Wel, vanuit Unizo zijn we bereid om daarover het debat aan te gaan, ondanks het feit weten dat het er best voor ons ook moeilijke zaken bij zitten. Er is nog geen verdere informatie over de tragische brand gisteren in Laeken, waarbij twee jonge kinderen het leven lieten. Hoe de brand ontstond en of de kinderen alleen waren in het appartement op dat moment, daarover voert het parket nog een onderzoek. De buurt is geschrokken en geschokt. Alors, j'ai senti l'odeur. J'ai dit, mon mari, qu'est-ce qui se passe? Il y a l'odeur, dit le feu. Alors, elle m'a entré mon fils à la maison, dit, maman, il y a le feu.
De geur van de zware brand gisteren in de Prudent Bolslaan hangt er nog altijd. Mensen uit de buurt proberen te vatten wat er gebeurd is. Oh là là, je suis retournée. Quand on parle des enfants, c'est... Oh là là, je vais rentrer parce que je vais commencer à trembler. Rust in vrede, kleine harten. Er hangen tekeningen uit voor de twee jongens van 2 en 4 jaar oud die gisteren het leven lieten. Mensen hebben ook bloemen en een knuffel neergelegd. Het staat in schril contrast met het puin van de brand. Wat er precies gebeurd is, weet niemand precies, maar er wordt gespeculeerd. La maman s'est partie acheter les enfants d'école. Acheter. Et après combien c'est acheté venu, c'est regarder que la maison c'est foireux. Zeker is dat op de tweede verdieping een alleenstaande moeder woonde met haar 5 kinderen. 2 van haar zonen zouden alleen thuis zijn geweest. Familie en vrienden van de Guinese vrouw zijn ontroostbaar. C'était le jour de leur anniversaire il y a un an et quelques comme ça de cela. Et malheureusement c'était la dernière fois que moi je l'ai vu. Ça fait vraiment c'est pitoyable. In Sint-Truiden is de politieke storm rond de vaccinatie van burgemeester Veerle Heeren nog lang niet gaan liggen. Gisteren heeft ze toegegeven dat ze begin maart al een vaccin kreeg en dat dat een inschattingsfout was. Nu bekijkt het bestuur in Sint-Truiden of en onder welke voorwaarden ze nog met haar willen samenwerken. De horeca in Sint-Truiden haalt de kerstversiering weg. Maar houdt de stad haar burgemeester? Veerle Heeren gaf gisteren na wekenlang gefluister uiteindelijk toe dat ze begin maart een coronavaccin kreeg. Toen haar leeftijdsgroep nog lang niet aan de beurt was. Ik begrijp de commotie wel. Ja. En vandaar dat ik ook aangeef dat als je daarover nadenkt dat je een inschattingsfout zou kunnen gemaakt hebben. En dan wil ik mij daar ook voor verontschuldigen. Maar voor alle duidelijkheid, in de opstart van ons vaccinatiecentrum zijn alle vrijwilligers gevaccineerd. Ik maak deel uit van dat vaccinatiecentrum. Kom daar ook elke dag. En vandaar dat ik ook ben ingegaan op een gegeven moment de suggestie van zou je ook niet laten vaccineren. Maar deze verklaring in de media is niet genoeg voor oppositiepartij Vooruit. Ze vraagt in debat in een extra gemeenteraad en een onderzoek door de gouverneur. Mensen zijn hier de terrassen aan het opzetten. Ik denk niet dat ze er gaat af gaan raken met een tournee-generaal. Eigenlijk vraagt ze aan de burger om geduld te hebben. Ze vraagt om de regels te volgen. En dan blijkt eigenlijk dat ze zelf eigenlijk het goede voorbeeld niet kan geven. Is natuurlijk wel een blamage voor het moreel gezag van de burgemeester. Daarboven denk ik eigenlijk dat de essentie niet is of zij al dan niet gevaccineerd is. Het gaat eigenlijk eerder over al die mensen uit haar entourage die ook zouden gevaccineerd zijn. Een klokkenluider zou bewijzen doorgespeeld hebben dat een 10-tal mensen, naasten of bekenden van de burgemeester, ook voor hun beurt een vaccin konden krijgen. Als ik vragen gekregen heb van inwoners via mail of mensen die mij aangesproken hebben, dan heb ik die ook op doorgestuurd naar het vaccinatiecentrum. En dan was het aan hen om te oordelen om daar al dan niet kon op ingegaan worden. Als ze natuurlijk blijft volharden, ja, dan zal het alleen maar erger worden. Want ik vraag me echt af met de feiten die wij hebben kunnen inkijken en die ondertussen ook in de media zijn gekomen, lijkt het mij heel moeilijk om dit op een rationele en goede manier te kunnen verantwoorden. Bart Kortoos in Sint-Truiden, goedemiddag. Ja, we hoorden het, de oppositie vraagt een onderzoek door de gouverneur en een extra gemeenteraad. Vragen ze eigenlijk ook haar ontslag? Wel ja, je mag zeggen dat ze dat eigenlijk wel vragen. Alleszins, ze sturen daar wel op aan. Ze zeggen van, we vinden dat ze het moreel gezag niet meer heeft om burgemeester te blijven. En dat ze de eer aan zichzelf zou houden om op te stappen, om haar ambt neer te leggen. Die extra gemeenteraad, het ziet er wel naar uit dat ze die gaan krijgen. Want ook al willen de coalitiepartners van Veerle Heeren, zij is van de CD&V, de coalitiepartners zijn Open VLD en N-VA, die willen niet officieel communiceren. Maar die laten toch ook wel verstaan dat zij ook wel voor een debat zijn in een extra gemeenteraad. En die zou er al volgende maandag eventueel kunnen komen. Je hoorde hen ook wel wat kritiek van hoe is het toch mogelijk dat Veerle Heeren, die toch wel wat politieke ervaring heeft, ze is zelfs gewezen minister van Welzijn, Vlaams minister even geweest, hoe kan zij zo moeilijk inschatten wat ze gedaan heeft, dat ze daar niet beter duidelijker over gecommuniceerd had. En ook partijvoorzitter Jochem Koens, die zit duidelijk met die kwestie verveeld. Die zou haar tot 2 keer toe gevraagd hebben om openlijk te communiceren over haar vaccinatie.
Heel veel burgemeesters doen heel veel inspanningen en staan nu als een kapitein op een schip. En mag niet een beeld ontstaan dat een kapitein zijn positie gebruikt of misbruikt om een bepaalde voordelen te bekomen. En dus het is goed dat ze dat duidelijk gemaakt heeft wat er gebeurd is, dat ze zich daarvoor verontschuldigt. Want wat mij betreft is dat niet de bedoeling dat we proberen als burgemeester, zoals de meesten dat zeer goed doen, eigenlijk op een oneigenlijke manier dat te doen. Ja, Bart, en de hele zaak krijgt mogelijk ook nog een gerechtelijk staartje. Ja, absoluut. En opvallend, het is voorlopig althans een onderzoek, niet naar misbruik van gezag tegen de burgemeester, maar een onderzoek, er is een onderzoeksrechter ook aangesteld, om te kijken waar dat lek zit, waar die informatie vandaan komt. Want het feit of zij al dan niet gevaccineerd is, is wel degelijk privéinformatie, medische gegevens, waar iemand anders niet zomaar toegang tot mag krijgen. Dus er loopt een onderzoek naar hacking, naar schending van het medisch beroepsgeheim eventueel. Dat is alleszins wat het gerecht gaat doen. Maar daarnaast valt ook wel te verwachten dat Binnenlands Bestuur, Vlaamse aangelegenheid en de gouverneur onderzoek zullen opstarten naar het reilen en zeilen binnen dat vaccinatiecentrum in Sint-Ruiden en of daar sprake is van favoritisme om bepaalde mensen eerder te vaccineren dan anderen. Mm-hmm. En wellicht maandag dan ook die extra gemeenteraad in Sint-Ruiden. Dankjewel voor je toelichting, Bart. Geen terraspolitie die aan iedere terras staat te controleren en boetes zal uitschrijven bij iedere mankement dat er is. Nee, wij gaan sensibiliseren als wij toch tussenkomen. Het is vooral de rol van de horeca-uitbater, wij hameren daarop. De horeca-uitbater is in eerste verantwoordelijke. Wij zullen tussenkomen nadien en eerst sensibiliseren. Ze zijn zowat een symbool geworden van onze vrijheid. De terrasjes die opnieuw open mogen vanaf zaterdag. Al is dat met heel veel regels en richtlijnen. De lokale en de federale politie hebben overlegd over hoe ze dat gaan controleren. Ze zullen duidelijk aanwezig zijn, maar met een meetlat tussen de tafels lopen en meteen boetes uitdelen, dat is niet de bedoeling. Het is een beeld dat we al lang niet meer hebben gezien. Vrachtwagens vol drank en horeca-uitbaters die hun voorraad inslaan. Ja, inderdaad, lang geleden. Blij dat we terug mogen starten. De kelders worden gevuld en de terrassen worden klaargemaakt. Iedereen bereidt zich voor op zaterdag. Ook bij de politie is het alle hens aan dek. De voorbije dagen hebben ze allerlei plannen opgesteld om zaterdag alles in goede banen te leiden. Er komt extra personeel op dienst, louter in functie van de heropening van de horeca. Dus dat zal op een zeer zichtbare manier zijn. Een aantal ploegen in uniform op combi. Er wordt ook een fietspatrouille ingezet. Dus die collega's zullen zeer zichtbaar aanwezig zijn op het terrein. En daarnaast worden er toch ook wel een aantal ploegen in burgerkledij ingezet om feitelijk het geheel op het terrein te monitoren. Veel blauw op straat dus in Kortrijk. Maar ze willen vooral inzetten op dialoog met de burgers en met de horeca-uitbaters. Alle vertrouwen in, we gaan zien wat dat gaat geven. Het is een examen die moet afgelegd worden, eerlijk gezegd. De politie is niet van plan om meteen boetes uit te delen. Daarover werden vandaag richtlijnen opgesteld tijdens een speciaal nationaal politieoverleg. De conclusie is simpel. Wij gaan geen terraspolitie spelen. Het is niet de bedoeling dat er een politieman naast ieder terras zal staan om strikt te controleren. We gaan dus uit van de professionaliteit van de horecasector. Ten slotte is het een broodwinning. En ook de verantwoordelijkheid van de klant zelf. Niet alleen de politie, ook de horeca-eigenaars en uitbaters zelf zijn zich volop aan het voorbereiden op de heropening van de terrassen komend weekend. Ze moeten inkopen doen om hun koelkasten te vullen en dat moet nu gebeuren. Bij de groothandels is het dan ook opvallend druk. Dozijntjes, chocolade, ja, olijfolie, alles moet vernieuwd worden. Hè. Alles is op en dat voelen ze bij deze groothandel waar gewone brasserieën, maar ook feestzalen of sterrenrestaurants hun producten kopen. Wij voelen wel dat de heropstart is. Er worden nu ook weer beenderen en knoken besteld omdat ze terug van de scratch aan moeten beginnen eigenlijk. Dus terug de fonds zelf trekken. En we merken wel dat de frigo's leeg zijn bij onze klanten. Er worden heel wat kant-en-klaar diepvriesproducten meegenomen uit voorzorg. Kaasroketjes, bitterballetjes. Dus we gaan nog niet echt gaan zotte kosten doen, zolang dat het weer zo maar een beetje wakkel blijft. Alles dat eigenlijk een beetje langer houdbaar is. We hebben een beperkte kaart. En we hebben ook een moederdagmenu, die kan besteld en gereserveerd worden. Stel, de mensen zeggen van het is toch te hard aan het regenen of het is echt niet te doen om op terras te zitten, dan kunnen ze die wel terug meenemen in takeaway. Zodat wij ook geen verlies hebben en dat zij toch een eten hebben.
We zien nu wel dat ze gaan voor de snelle bereidingen, zodat er terug een goede cent kan verdiend worden. Het moet snel gaan, het moet functioneel zijn. En ze moeten zich kunnen aanpassen aan de stroomvolk die mogelijk toch op hen afkomt dit weekend. Stroomvolk of niet, goesting om te heropenen hebben ze allemaal. Ja, we hopen dat we nu een serieuze start hebben en dat het weer ons een beetje meezit, want dat is momenteel niet echt het geval. We kunnen openen, dus dat is al iets positiefs. Ik denk dat 400 dagen is dat we geen feest mogen doen en 80% van onze omzet. Het heeft lang geduurd, maar ik heb enorm veel zin om terug te beginnen. Merci. En alle coronacijfers die blijven nog steeds dalen. De voorbije week waren er elke dag gemiddeld 2.957 nieuwe bevestigde besmettingen. Een daling met 15%. 12% minder ziekenhuisopnames ook door corona. Dat waren er gemiddeld 180 per dag. Er liggen nu nog 2.482 covid-patiënten in de ziekenhuizen, van wie 757 op intensieve zorg. En nu begint ook het aantal overlijdens door corona licht af te nemen. Het zijn er wel nog altijd 37 elke dag. En bijna 3,3 miljoen mensen in ons land hebben minstens één coronaprik gekregen. Dat is bijna 36% van alle volwassenen. De patenten op coronavaccins opheffen, dat is een hele discussie. Door patenten op te heffen en dus de recepten van vaccins vrij te geven, zouden meer producenten vaccins kunnen maken. En dat is nodig, want zeker in arme landen is er een tekort. De Verenigde Staten hadden zich altijd verzet tegen het opheffen van patenten, maar zijn nu toch bereid om dat eindelijk toe te staan. En ook de Europese Unie is bereid om hierover te praten. De producenten van vaccins kunnen de wereldwijde vraag niet aan. Zo goed als alle beschikbare vaccins gaan naar rijke landen, arme landen krijgen er amper. Daarom vroegen India en Zuid-Afrika maanden geleden al om de patenten op die vaccins tijdelijk op te heffen, zodat ze zelf vaccins zouden kunnen produceren. Maar de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, de Europese Unie, ook België, houden dat tegen. Amerika zorgt nu voor een ommezwaai. Daar moet nu over onderhandeld worden bij de Wereldhandelsorganisatie. De Amerikaanse ambassadeur daar zal nu proberen het Verenigd Koninkrijk en Europa te overtuigen. We are ready to discuss how the US proposal for waiver on intellectual property protection for COVID vaccines could help achieve that objective. De Europese Unie is dus bereid te praten en misschien kunnen de patenten dan gelicht worden tegen de zomer. Maar ook dan zullen andere fabrieken die vaccins niet zomaar kunnen beginnen produceren. Er is wel een theoretische kennis over hoe die vaccins kunnen geproduceerd worden, maar de praktijk is echt wel belangrijk. En daarvoor gaan ook de bedrijven ook nog moeten meewerken om die kennis te delen en actief mee te helpen met productiesites elders in de wereld op te starten. En daarnaast is er natuurlijk ook financiering die zal moeten gevonden worden om die productiesites te helpen te activeren of op te stellen. En als dat allemaal gebeurt, kan het snel gaan. In landen als Bangladesh en Zuid-Afrika zouden ze snel kunnen beginnen produceren. Zolang niet overal massaal gevaccineerd wordt, kunnen er nieuwe varianten blijven opduiken en zijn ook rijke landen niet veilig. De topman van brouwer AB InBev, Carlos Brito, stopt ermee. Brito, een Braziliaan, werkte 32 jaar voor het bedrijf, de laatste 15 jaar als CEO. Onder zijn leiding werd AB InBev de grootste bierbrouwer ter wereld. Ondanks de coronacrisis boekte AB InBev in het eerste kwartaal van dit jaar ook meer omzet dan 2 jaar geleden. Brito wordt opgevolgd door Michel Duqueiris, ook een Braziliaan. Hij staat momenteel aan het hoofd van de Noord-Amerikaanse activiteiten van AB InBev. Het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk hebben elk een oorlogsbodem naar het kanaal gestuurd. Er is een conflict tussen beide landen over het eiland Jersey, meer bepaald over de visserijrechten rond het eiland. Jersey ligt veel dichter bij Frankrijk dan bij Groot-Brittannië, maar het is Brits kroonbezit. De regering van Jersey heeft nieuwe voorwaarden opgelegd aan Franse vissers en dat zet kwaad bloed. Franse vissersboten verlieten vanochtend vroeg de Normandische havens onderweg naar Jersey. Ze zijn boos omdat Jersey strengere voorwaarden oplegt aan Franse vissers om rond de kanaaleilanden te vissen. Bon, j'espère être au moins une bonne cinquantaine sans zone. Ça serait bien.
au moins qu'on fasse voir qu'on n'est pas content avec tout ce que nous font voir Jersey depuis le Brexit. Là. De strengere voorwaarden zijn niet in lijn met wat is afgesproken in het Brexit-akkoord, zeggen de vissers. Sinds zonsopgang ligt er een indrukwekkende vloot voor de haven van St. Helier op Jersey. En de vissers krijgen steun van de Franse minister voor maritieme zaken, die zelfs dreigt de elektriciteitsvoorziening van Jersey af te snijden. L'Europe, la France a des moyens, c'est inscrit dans l'accord. Alors en ce qui concerne Jersey, je rappellerai par exemple le transport d'électricité par câble sous-marin. Et donc nous avons des moyens, et même si je regrette si on ne devait y arriver, eh bien on y sera s'il faut le faire. Jersey voert nagenoeg al zijn elektriciteit in uit Frankrijk. De Franse actie zou dus heel het eiland kunnen platleggen. We have to take such threats seriously and respond appropriately. And fishing vessels threaten to blockade the main harbour into the island again. We have to take that seriously. De Britten sturen zelfs twee oorlogsbodems naar het gebied, de Fransen ook. Jersey benadrukt dat ze het conflict langs diplomatieke weg willen oplossen. De regering gaat praten met de Fransen. Er zijn vandaag verkiezingen in Groot-Brittannië voor regionale en plaatselijke besturen en voor de burgemeester in verschillende grote steden. Vanochtend gingen de Britse premier en zijn partners stemmen voor het burgemeesterschap van Londen. Maar er wordt vooral gekeken naar Schotland, dat een nieuw parlement verkiest. Als de Schotse nationalisten winnen, willen zij een nieuw referendum over onafhankelijkheid op de agenda zetten. In Mexico-stad zijn de eerste slachtoffers begraven van het metro-ongeluk van begin deze week. 25 mensen stierven toen een brug waarop de metro reed het begaf. Onder hen ook een jongen van 12. Naast verdriet is er ook veel woede omdat de metrolijn slecht gebouwd en onderhouden zou zijn. Een succes voor SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk. Het bedrijf heeft een prototype van een onbemande raket laten opstijgen en het toestel is ook weer succesvol geland op aarde. Vier eerdere tests waren allemaal mislukt. SpaceX ontwikkelt een raket om in de toekomst mensen en vracht naar de maan of naar Mars te brengen. Katrien, goedemiddag. We hebben één Belg in de finale van de Champions League en dat hadden er drie kunnen zijn. Ja, maar het is alleen Kevin De Bruyne, niet Eden Hazard en Thibaut Courtois. We krijgen een volledig Engelse finale in de Champions League. Tussen Manchester City, met Kevin De Bruyne, en Chelsea. Real Madrid is uitgeschakeld. Na de 1-1 uit de heenwedstrijd verloor Real gisteren bij Chelsea met 2-0. En die score had zelfs hoger kunnen oplopen. Eden Hazard stond in de basis, maar indruk maken, dat deed hij niet tegen zijn ex-club. Hazard is terug in zijn Garden of Eden, maar kan hij er ook flitsen zoals vroeger? Zijn ex-ploeg laat dat in het begin alvast niet toe. Chelsea komt halfweg de eerste helft op voorsprong. Havertz loopt Courtois. De bal gaat tegen de lat, maar Werner is goed gevolgd en kopt de 1-0 in het lege doel. Real, dat sowieso moet scoren, is in de eerste helft ook twee keer dicht bij een goal via Benzema. Maar Maldi pakt uit met twee uitstekende reddingen. Ook Courtois keept een goede partij. In de tweede helft heeft hij wel geluk op een kopbal van Havertz. Maar even later houdt hij oog in oog met de Duitse Real wel in de match. En Hazard die haalt nog niet zijn oude niveau. Hij is wel geteld één keer gevaarlijk. Real creëert gewoon te weinig kansen. En 5 minuten voor tijd beslist Chelsea de match. Mount met de 2-0. Geen Champions League finale voor Courtois en Hazard, wel voor Chelsea. We managed to have a clean sheet and it was again well deserved with a strong goalkeeper and guys who were really committed to defend. And we really wanted it badly and that's the key. Como tú decías, nosotros yo creo que lo hemos intentado, pero es verdad que bueno, ha sido el Chelsea hoy superior y hay que felicitar a este equipo. Dat doet Hazard ook na de uitschakeling. Hij dolt en lacht daarbij met zijn ex-ploegmaat. Een beeld waarmee ze in Madrid absoluut niet kunnen lachen. Ook in de Europa League komt er misschien een volledig Engelse finale. Tussen Manchester United en Arsenal. Die beslissing valt vanavond. Manchester United is eigenlijk al geplaatst na een 6-2-zege tegen AS Roma. Arsenal, dat is wel nog spannend. Arsenal moet tegen het Spaanse Villarreal een 2-1-nederlaag uit de heenmatch zien op te halen. En dat wordt niet gemakkelijk, want vorige week in Spanje was Villarreal duidelijk baas.
Villarreal-coach Unai Emery heeft de bijnaam Mr. Europa League. Hij won de Europese trofee al 3 keer met Sevilla, ook een Spaanse club. Een nieuwe finale lonkt na de 2-1-zege in de heenmatch tegen zijn ex-club Arsenal. Bueno, jugamos contra un equipo histórico, un equipo en todas las dimensiones de gran nivel. Y nosotros jugamos pues con un momento, con una historia más reciente, más corta, pero también de reconocimiento y que nos da una sensación de seguridad, de estar en un club con una estructura sólida. Solida para competir contra estos equipos. Villarreal haalde nog nooit een Europese finale. De club ligt dan ook maar in een kleine stad in Spanje en speelt pas sinds 1998 in eerste klasse. Jugaremos con orgullo y jugaremos sabiendo que defendemos una historia muy bonita que es este Villarreal, de un pueblo que en el mundo futbolístico se ha hecho un nombre a unos niveles y unas dimensiones muy grandes. Van op de stip maakte Pepe vorige week wel een belangrijke uitgoal voor Arsenal. Trainer Arteta gelooft er dus nog in. It's a massive game for everybody and if we win tomorrow we will be much closer to get another trophy and this is the only aim and the purpose that why we are here. Arsenal Villarreal is live te zien op Canvas vanaf 9:55. En dan hebben we ook nog tennis. Geen halve finale voor Elise Mertens op het prestigieuze graveltoernooi van Madrid. Na haar knappe zege tegen de nummer 3 van de wereld, Simona Halep, speelt Mertens in de kwartfinale tegen haar voormalige dubbelpartner, Arina Sabalenka. De Wit-Russische tennist ijzersterk en bij Mertens heeft de zware driesetter tegen Halep duidelijk sporen nagelaten. Mertens komt 6-1 en 4-0 achter en moet dan opgeven met een kleine dijblessure. Ze hoopt weer fit te zijn voor het toernooi van Rome van volgende week. Ja, en op 30 mei begint Roland Garros. Dus dan moet ze er helemaal voorbereid goed staan. Ja, voor de Grand Slam. Dankjewel, Katrien. En om af te sluiten gaan wij naar Japan, waar een inktvis voor discussie zorgt. Geen echte, maar een beeld. De gemeente Noto liet een inktvis van 9 meter lang maken om toeristen aan te trekken. De gemeente leeft van visserij en inktvis is er een lekkernij. Om het beeld te bekostigen gebruikte de gemeente 190.000 euro van een noodfonds dat ze van de Japanse regering had gekregen als steun tijdens de coronapandemie. Critici vinden dat Noto het geld beter had kunnen besteden. Ook discussie straks in de Kamer bij ons, maar dan over het loonakkoord. Het is allemaal te volgen in Villa Politica om 3:15. En het loonakkoord was ook onze opener vanmiddag. Bedrijven die het goed doen, ondanks corona, kunnen hun personeel een consumptiecheck geven van 500 euro. Mooie dag nog, tot vanavond. Wat men verwacht van een regering, is dat de regering erin slaagt om een akkoord te maken waar iedereen zich kan in vinden. En daar denk ik zijn we in geslaagd en dat is in het voordeel van iedereen in ons land. Wij denken dat je als je samen iets kan afspreken, dat je veel verder kunt gaan en veel meer rechten kan opbouwen voor een meerderheid van de mensen. Vanuit Unizo zijn we bereid om daarover het debat aan te gaan, ondanks het feit weten dat het er best voor ons ook moeilijke zaken bij zitten. Stel nu zelf je persoonlijke nieuwsoverzicht samen met Mijn Nieuws in de gratis VRT Nieuws-app.